De gemeente Noordoostpolder heeft bij de inspectie gemeld dat cliënten van jeugdzorginstelling Flevostaat in Emmeloord overlast veroorzaakten. Gisteren kwam een kritisch rapport van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over Flevostaten naar buiten, over ondermaatse zorg. Verslaggever Erik Verwiel is in dit dossier gedoken en is hier nu bij ons in de studio, Erik. De gemeente heeft dus melding gedaan bij de inspectie. Melding van wat? Ja, de gemeente heeft dus afgelopen anderhalf jaar eigenlijk al heel vaak gemerkt dat er sprake was van overlast. En daar zijn ze ook, vertelde de wethouder mij vanochtend in een uitgebreid gesprek, daar hebben ze eerlijk tegen de instelling gezegd: jongens, dit valt ons op, dit moeten we ook bij de inspectie melden. En dan heb je het echt over, nou ja, geluidsoverlast, maar ook drugsdealen. Dus dat zijn geen prettige zaken om in je buurt te hebben. Nee, gisteren kwam al scherpe kritiek naar buiten op wat er allemaal binnen in Flevostaat, in de jeugdzorginstelling in Emmeloord, gebeurde. Maar nu blijkt dus dat ook in de directe omgeving sprake was van een onprettige, onveilige sfeer. Ja, die jongeren die zitten in de Meldenstraat in Emmeloord, in een voormalige kerk. Nou, dat is best druk daar. En die jongeren die krijgen daar 24 uur zorg van Flevostaten. Dat betekent dat ze daar eigenlijk wonen en ook zorg krijgen. Maar het is een open instelling, niet gesloten. Dus die jongeren die mogen ook gewoon naar buiten. En daar zorgden ze voor best wat overlast. Nou, er zit ook een middelbare school in de buurt. Je zou kunnen zeggen dat dat niet zo'n goede invloed is. En de wethouder heeft me ook verteld dat daar wel regelmatig de politie gewoon aan te pas moest komen. Dus dat is niet prettig. Nee. En nou, was dus gisteren die kritiek, hè, van de inspectie van gezondheidszorg en jeugd op het reilen en zeilen bij Flevostaten. Nog even voor wie dat gisteren niet tot in detail heeft gevolgd. Wat was de kern van die kritiek? Ja, dat pand aan de in de Meldenstraat. Ik ben er vandaag langs geweest. Het ziet er ook een beetje agenebisch uit en niet hele goede staat meer. En in het inspectierapport is in geuren en kleuren wel beschreven dat daar de deuren half uit de sponningen hingen, de gaten in de deuren, slaapkamers van de jeugdigen die daar wonen waren niet goed geventileerd, geen beddengoed, bloed aan de muur in een slaapkamer. Dus dat is gewoon niet prettig. Maar daarnaast was het ook zo dat zorgmedewerkers jeugdigen vastpakten, terwijl dat eigenlijk helemaal niet mag, alleen in acute noodsituaties. Dus de situatie was daar niet goed en hebben ze echt een flinke tik op de vingers gehad van de inspectie. Dat komt maar eens of twee keer per jaar voor dat er zo'n serieuze tik op de vingers gegeven wordt. Ja. En dus de gemeente heeft geklaagd over wat er dan buiten rondom die jeugdzorginstelling gebeurt. In hoeverre heeft dat nou eigenlijk nog een rol gespeeld bij het kritische rapport van de inspectie? In het inspectierapport schrijven ze, het is een heel lang traject, hè, om even de mensen nog mee terug te nemen. Dit is in maart 2020 is zo'n soort verscherpte toezicht van de inspectie gekomen. Dus dan worden ze op de voet gevolgd van, dit moet verbeterd worden, dat moet verbeterd worden. En dan houden ze heel strak in de gaten. Nou, en dat sleept zich dus dan een aantal maanden voort. Maar worden er verbeteringen beloofd. En daar komt dan eigenlijk niet zoveel van terecht. En in het rapport schrijven ze van: we hebben uit verschillende bronnen vernomen dat er signalen zijn dat het allemaal niet beter gaat. Ja, en de gemeente heeft onder meer dus ook melding gedaan bij de inspectie. Van is echt sprake van overlast. Je hebt de wethouder gesproken. De gemeente maakt zich dus ook echt zorgen over de situatie daar in de buurt. Nou, de wethouder die is, die zegt vooral dat hij het heel triest vindt voor de jongeren die daar zitten. Want dat zijn al jongeren die het heel erg zwaar hebben. Die echt hard zorg nodig hebben. En die moeten nu gewoon verhuizen. Die zijn toch ook weer weg van een plek waar ze gewoon lang gezeten hebben. Ook al waren de omstandigheden natuurlijk niet goed. Een verhuizing grijpt in elk mensenleven best in. Dus die betreurt, die vindt het vooral erg voor de jongeren. Ja. Weet jij eigenlijk hoe het nu gaat met de jongeren die in de instelling zaten daar? Ja, de instelling is dus gesloten. Dus de jongeren die daar zaten, die zijn nu allemaal overgeplaatst. Er zit nu nog één cliënt in Emmeloord op een andere locatie. Die krijgt nog 24 uur zorg, is mij vandaag door Flevostaten verteld. Maar hoe het verder gaat, de precieze omstandigheden van die jongeren, dat is mij niet bekend. Ja, wat zegt Flevostaten verder over de situatie? Zij hebben wel op een paar punten zijn ze het niet eens met de inspectie. Dat hebben ze ons ook verteld. Onder meer de reden dat het pand in slechte staat verkeerde was ook omdat ze daar al wilden verhuizen. Dat hadden ze ook al aangegeven, zeggen zij. Dus dat is wel een reden dat bijvoorbeeld bloed aan de muren, deuren die niet in de sprong hangen, dat kon gebeuren, zeggen ze. En verder nemen ze de kritiek van de inspectie wel ter harte en zeggen ze ook een serieus verbeterplan te hebben.